Hoe doe je dat met je seksleven aan? Want je werkt dus de hele nacht en je slaapt overdag dan. Ik zet mijn wekker om 9 uur 's ochtends om seks te hebben. En dan om 3 uur 's nachts heb ik dan nog eens seks. Ja. Okay. En dat iedere dag? Iedere dag, ja. Maar je hebt pas verteld, en dan ben je heel open over, dat je dan de pil 9 uur 's ochtends en 3 uur 's nachts? Ja. Lekker man. Ja. Poets je wel even je tandjes. Ja, maar René, het schijnt ook, hoe meer seks je hebt, hoe hoger je IQ is. Nee! Ja, dan begin ik me zorgen te maken. Nee, maar je hebt verteld dat in het interview zit er altijd van die pillen voor gebruikt. Maar die moet je dan toch een uur eerder innemen of zo? Hoe werkt dat dan? Ik gebruik Vivanza. We hebben het er straks nog gehad met de heren over wat we allemaal afzonderlijk gebruiken. De meeste ik heb een paar dozijn besteld, ja. Viagra, ik gebruik Vivanza. Dat is een ander merk. En dat heeft veel minder bijwerkingen. Dus, want Viagra heeft de bijwerking dat je, terwijl je seks hebt, dat gevaar groot is dat je diarree krijgt. Ah, dat is ook niet erg, joh. Laat lekker lopen, joh. Dat is toch niet waar, neem ik. Jawel. Echt waar? Ja, dat... En die Vivanza doet het omgekeerde werk constiperend. Dus ik voel me heel goed met Vivanza, 5 milligram. Maar als je het nu in zou nemen, hoor je over 5 minuten dit. Ja. Het werkt 8 uur werkt het. Nee! Ja. Dus als ik hem nu inneem, kan ik tot 7 uur, morgen vroeg, kan ik in die periode seks hebben. Maar je hebt toch niet 8 uur een erectie dan? Nee, nee, je krijgt alleen erectie als je seksueel opgewonden bent. Ja, dus nu krijg ik zeker geen erectie. Oh ja, dan schijnt een voetbalprogramma te zijn. Johan.